Ik denk dat het een beetje een gek gevoel is, want de teleurstelling is enorm, maar jullie Europese droom is nog niet voorbij. Statistisch gezien misschien niet, maar het voelt niet alsof je er aanspraak op maakt als je al 5 wedstrijden verloren hebt. Ja, want dat is het. Hè. Het is een harde competitie wat dat betreft, een harde les ook, denk ik, vanavond. Ja, trouwens, we hebben er 4 verloren, herinner ik net, maar het is een harde les inderdaad. Maar we hebben die les al in eerdere wedstrijden ook meegemaakt en het is nu taak om daarvan te gaan leren. Ja, dat gaat op dit moment traag. Je merkt dat de dynamiek in het team dus nog zoekende is. En dat is gewoon, een diep onderliggend probleem wat je niet zomaar kan veranderen van de een op de andere dag. Dus daar moeten we nu aan werken. Ja, want dit is niet opgelost met een teambuildingsdagje en dan loopt alles weer. Nee, het is puur. Kijk, iedereen werkt hard. Alleen je merkt gewoon dat de feeling voor elkaar, die is er op dit moment niet. En dat is iets wat je kan creëren op trainingen. En daar moeten we gewoon hard mee door blijven werken. En dan helpt het niet dat je hele zware tegenstanders hebt. Want laten we eerlijk zijn, de Fransen waren sowieso beter. Ja, klopt. We hadden in die uitwedstrijd hebben we goed gepresteerd. Daardoor dachten we dat er misschien toch een stunt in zat vandaag. Maar zij schoten zo goed vandaag. En dat is ook deels omdat wij niet goed verdedigden. Maar ze zijn gewoon een klasse beter. En werden jullie niet helemaal ziek van die 3 punters? Ja, dat bedoel ik net. We konden ze niet stoppen. En het is gewoon frustrerend dat ze ook alles erin gooien dan. Ja, want je had zelf op een gegeven moment 2 drietjes achter elkaar. Dan denk je, het gat is weer kleiner. En dan komen zij er weer overheen. Ja, dat klopt. Ze blijven maar komen. En we kwamen wel terug tot 13 punten, of 11 geloof ik. Maar je merkt dat ze toch ballen weg blijven gooien. En dat komt door die feeling die er nog niet helemaal is. En dan moeten we gewoon voor zorgen dat het zo snel mogelijk weer terugkomt. Ja, want zaterdag wacht Zwolle. Ja, klopt. En daar hebben we nog een appeltje mee te schillen. En ik hoop dat we er klaar voor zijn.